Wat zijn tourniquets? De term tourniquet heeft meerdere betekenissen. In de meeste gevallen wordt er een 2-, 3- of 4-armige draaihek mee bedoeld. Dat wordt geplaatst als geleiding van personen. Je komt ze veel tegen als toegangscontrole bij gebouwen, bedrijven of recreatieparken. In de zeilmakerij wordt de term tourniquets gebruikt voor beugels om een zeildoek aan een harde ondergrond te bevestigen. Zelf gebruiken we deze beugels voor onze balkondoeken, zeildoeken en onze verandadoeken.